Hallo geile tijgerlelies. Geld. Heb je het niet, heb je het wel? Heb je het wel of niet geteld? Het is die ene nul die telt. Geld. Mijn naam is Abel. Ik ben punkzanger, vlogger, journalist, rapper. En bovenal een liefhebber van veel te dure dingen. Stap met die martiaas in de sneeuw. In de sneeuw. You looking at the style van de eeuw. Ik ben in mijn sorry tot de teen. En ik weet de oplossing, maar ik ben het probleem. Die rapper ziet de spook, hij ziet blame. Spring met Fred uit die tering, ga de sleep. One take, en ik rap niet wat ik schreeuw. Oh nee, nu is het Abel in de game. Maar het probleem is een beetje, dit is nog niet mijn dure auto. Dit is een gehuurde dure auto en ik wil er zelf een. Alles kost geld. Dit, het huis, deze prachtige designerbank. Ik betaal 50 euro per maand voor de sportschool. Ik wil prachtige kleren dragen, dat is ook niet goedkoop. Ik wil me niet meer bezighouden met deze troep. Met andere woorden, ik heb meer geld nodig. Maar ik snap niet zo goed hoe geld werkt. Dus dat gaan we uitzoeken. You talking to the beste rapper van de planet Earth. Hoe ik leef wordt gefilmd door David Attenberg. Was even in de Gucci winkel om te zeggen burk. Ik ben een staalicoon van horen tot een etaleur. Soms lijkt het wel alsof geld één groot spel is waarbij iedereen hetzelfde doel heeft. Get rich or die trying. Maar, hoe werkt het spel? Wat zijn de spelregels? En belangrijker, hoe ga ik winnen? In deze eerste aflevering gaan we kijken naar hoe mensen geld zien en naar hoe slimme mensen meer geld maken met geld. Hi. Abel. Jozef. Hallo Jozef. Hi. Nice. I'm from Slovakia. I work here to Timmerman. Timmerman. Carpenter. Yes. Why here? Because for I'm come here for money, better money to Slovakia. Kelvin, wat doe jij? Ik maak video's. En hoeveel mensen kijken er dan uiteindelijk naar? Afgelopen maand had ik 10 miljoen views in één maand. Dat was ook wel echt een goede maand. Dat is fucking crazy, man. Ja, ja. What would you make over there and what do you make over here? Per hour. Ah, per hour. In Slovakia, I think 5 euro per hour. En yeah. Here in 10 till 15. Oh, that's way better. Ja. Ja. Als ik het mag vragen, wat doet een YouTube-view tegenwoordig op de markt? De vuistregel is altijd een beetje, en ik weet niet of het tegenwoordig nog helemaal klopt, maar een miljoen views is ongeveer 1000 euro. Dat is dus gewoon in een maand 10.000 euro? Ja. Ja. Lijp, man. So, do you want to get rich? Ja, yeah. Maybe later. How? This is, I think it's much people's dream. To want to reach. Do you want gold and stuff? And like an expensive car? Yeah, maybe car. It's not gold. No? How much longer will you have to work here for that car? I have plus minus for 1 year 20,000 euro. I think 10 years. 10 years and then not spend anything. No, yeah. Not eight. Ik vind geld gewoon echt een manier om meer vrijheid te krijgen, om gewoon nog meer uit het leven te halen. Zo kijk ik er een beetje naar. Dat is grappig dat je het zegt, want dat denk ik dus ook. En daarom wil ik dus ook heel graag, net als jij, zoveel geld hebben. Ja. Ik wil jullie iets laten zien. Dit is een werkstuk dat ik heb gemaakt in de gulden tijd. Okay. Hoofdstuk 4. Geld verdienen door te werken. Geld groeit niet aan bomen. Nee, integendeel. Geld moet je verdienen. En als je geld wil verdienen, moet je werken. En als je echt veel geld wil verdienen, moet je bij een rijk en duur bedrijf zoals bij de bank gaan werken. Of in dienst gaan bij een miljonair. Ja. Spot on. Maar wat is geld nou echt? En dan bedoel ik niet wat is geld, maar ik bedoel de filosofische versie van die vraag. Maar wat is geld nou echt?
En aan wie kan ik dat nou beter vragen dan aan een daadwerkelijke filosoof in The School of Life? Boom. Ik wil eigenlijk rijk worden, want ik heb het idee dat het mij vrijheid geeft en rust. Het idee dat het gewoon goed voor mij is als mens. Ja. Een van de leuke dingen over geld gaat nooit over geld. Geld gaat over vertrouwen. Geld gaat over anderen. Geld gaat over status. Geld gaat over zekerheid. Geld gaat over gevoel van vrijheid. Maar het gaat nooit over geld. Geld zelf is alleen maar interessant omdat die andere dingen biedt. Dus je ziet dat geld een soort middel is om een soort status te bereiken. Iedereen wil natuurlijk rijk worden. En sommigen rijker dan anderen. Maar je moet ook ergens beginnen. En jij wil ook rijk worden? Of wil je eigenlijk helemaal niet rijk worden? Ik wil heel graag rijk worden. Ja, echt? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar wat is geld voor jou? Je kan alles eigenlijk kopen. Alles in de wereld kan je kopen. Mm-hmm. Ja. Is het ook geluk? Word je gelukkig van geld? Ik wel, want mijn vrienden zeggen wel, je wordt niet gelukkig van geld. Maar ik word wel soms wel gelukkig van geld natuurlijk. Ik word wel blij als ik nieuwe schoenen heb. En dan denk ik, oh jee, ik heb nieuwe schoenen. Ja, ja. Dus geld maakt mij wel gelukkig, ja. Ik ben in eerste instantie benieuwd naar waarom veel mensen het idee hebben dat ze veel geld moeten hebben. Dat zeg je al meteen goed. Mensen hebben het idee dat ze veel geld moeten hebben. En dat komt eigenlijk door een soort van psychologisch foutje in onze hersenen. Mm-hmm. Omdat wij zo vaak geld en geluk samen noemen, is het zo dat wij zijn gaan denken dat dat ook tot elkaar leidt. Dus dat geld ook daadwerkelijk gelukkig kan maken. Aha. We zijn dat gaan verbinden in ons hoofd. Terwijl in werkelijkheid die relatie eigenlijk best wel zwak is. Maar als ik rijk ben, hoef ik me niet zorgen meer te maken over een soort van huur betalen, eten te betalen. Ik heb gewoon meer vrijheid om whatever te doen. Ja, het klopt ook helemaal wat je zegt. En geld brengt ook wel geluk tot op zekere hoogte. Uh-huh. Dus eigenlijk tot zo'n 50.000 euro per jaar, als je dat verdient, draagt het wel bij aan je geluk. Wanneer het ophoudt met bijdragen aan je geluk, is daarna, na die grens van 50.000 euro, zie je dat je met dat geld dingen gaat doen die eigenlijk niet meer bijdragen aan je geluk. Dus je past je levensstijl erop aan en je uitgavenpatroon, waardoor je ook niet meer zoveel overhoudt. Maar ook koop je allerlei dingen waar je qua geluk niet meer zoveel aan hebt. Maar wat ik er eigenlijk uit oppik is dat ik wel degelijk een goede reden heb om rijker te willen worden. Want namelijk tot 50.000 euro per jaar is het gewoon helemaal gerechtvaardigd om absoluut rijker te willen. Ja, ja, absoluut. Ja, dat is toch wel ook een pak van mijn hart. Ja. Ja, ik was even bang dat ik gewoon een hebberige kraai was. Nee, je bent niet anders dan eigenlijk alle mensen. Oh, iedereen die heeft die behoefte aan geld. Ja, misschien is 50k wel echt de definitive sweet spot voor iedereen. Dat het echt waar is voor iedereen. Maar wat nou als ik een andere sweet spot heb, omdat ik toch ook wel het liefst een Lamborghini heb. Of een, weet ik veel, een hele set Louis Vuitton koffers die zo in elkaar passen. Wat nou als dat mijn sweet spot is? Dan moet ik toch echt gaan uitzoeken hoe je boven die 50k het grote geld gaat verdienen. Oh, yeah. Spanning als ik door de deur loop, yeah. Gekke als hij ruikt geurloos, yeah. Nieuwe jacka oogt kleurloos, yeah. Rode lippen van de Merlot, oh. Jij skirt, nou ik skirt, yeah. Hoog. Pull up in een Saab Turbo, in een pimpelpaars pak, wow. Voel me perno de perno. Ik sta in een villa-wijk in Naarden, Bussum. Een van de twee, of is dat één ding tegenwoordig aan? Aan de overkant van de straat ga ik straks praten met een van de oprichters van Baller, kledingmerk dat mensen zich als een baller laat voelen. Gaan de zaken? Ja, gaat goed, heel goed. Ja, we hebben het echt als start-up neergezet. En het eerste jaar één shirtje, twee shirtjes, capjes erbij, een tas verkocht. En dat ging zo lekker door. Dus in het begin sta je echt te juichen als er gewoon een paar tegelijkertijd op een dag besteld worden. En dat ging eigenlijk elke dag beter en beter. Proosten, hoor. Gaat je eerst, man. Ja. Sorry, heel goed. Ben je al rijk? Ik voel me heel rijk, maar niet omdat mijn bankrekening zo dik is. Nee, maar hij is wel dik. Nee, hij is ook niet dik. Nee, want wij zitten in de fase dat het bedrijf veel waard is. Ja. En nog veel, elke dag meer waard wordt. Maar ga je het bedrijf verkopen, ja, dan ben je echt rijk op papier. Ja, precies, ja. Oké. Okay. Omschrijf mij eens een dag in het leven van echt soort van het archetype baller. Die
Zeg maar die droom die jullie verkopen, wat is die dag? Hoe ziet wat? Ja, ik denk dat de echte Life of a Baller is. 'S Ochtends gewoon in je sportkleding, dan weer net even topkleding. In je veel te mooie auto, een Bentley of zo, naar een trainingsveld rijden. Een paar uurtjes op het veld staan. En dan onder de douche. En dan je hele dure ballentas pakken. En dan in je mooie auto weer stappen. Juist horloge omdoen. Op weg naar je fantastische vriendin. Vervolgens rij je door naar de haven. Stap je in je boot. Je gaat er s'avonds in de juiste clubs. VIP, weet je, tafeltje vooraan. Dat is natuurlijk die Life of a Baller. Sick. Ja. Oh, love it. Maar nu wil ik het ook. Ja, precies. You sold it. Vet. Oké, nou, mijn ambitie is dus misschien wel gewoon om deze baller te zijn. Ik hoef niet per se in de ochtend naar voetbaltraining. Maar de rest staat me wel aan. En de vraag is, stel ik skip de voetbaltraining dus iedere dag. Omdat ik gewoon helemaal geen zin in heb en niet zo goed kan voetballen ook gewoon. Dus dat gaat me niet rijk maken. Hoe word ik wel een rijke baller? En volgens mij heb jij precies daar het probleem aangegeven. Ja? Want, ook al hoe dat ook klinkt, het is precies, je wordt alleen maar rijk. Sommige uitzonderingen daar gelaten, als je ervoor wil werken. En ik denk echt dat... Of je nou op het veld competitief bent, of je nou in je ondernemerschap competitief bent, of als cameraman altijd de beste wil zijn en denk, hey, nu ga ik iets. Ik denk dat het altijd gaat om extreem goed te willen zijn. Misschien ja. Wel de beste in wat je doet. Stunt in een meubelwinkel en overtoom zo direct richting van wauw. Dubbele trainingspak voor de kou. Meer smaak met een vrouw. Nou, wat blijkt? Je kunt dus rijk worden door te vloggen of te rappen. Of je moet een bedrijf beginnen dat onwijs goed loopt. Maar ik ben een YouTuber en een rapper en ik loop nog niet binnen. What's going on, vlogsters? Ik ben hier bij zangles, wat ik natuurlijk helemaal niet nodig heb. Dus het is denk ik tijd om met mensen te spreken die echt iets weten van geld. Geldhandelaren, traders, hedge fund managers, investment bankers, eurosecretariërs. De voorzitter van een financiële boekenclub. We wanna talk to them all. Het liefste zou ik natuurlijk per ongeluk rijk worden of iets heel goed kunnen en daar dan rijk mee worden. Maar ik heb geen tijd of zin daarin. Om uit te vinden waar het structurele geld zit, de mensen die grote hoeveelheden genereren op een dagelijkse basis, staan we in the belly of the beast, zo noemen ze het zelf. Dat is de city in Londen. Dat is vooralsnog het financiële hart van Europa. En ik ben hier om deze mensen te vragen hoe het geldspel werkt en hoe ik mee kan doen. Is this all banks or what? There'll be like a combination of like banks and fund managers and brokers and I mean you can probably walk into any one and you'll see like 10 different companies that are based in each one. Yeah. All right. I guess I'm like a financial explorer. I explore different elements of the financial sector, money systems. I work lots of campaigns around finance or building alternative financial systems. I worked in the financial sector in the world of derivatives or like high finance. Yeah. But yeah, I just kind of go around and cause trouble, explore the systems. When you first approach the financial sector, it all looks like one giant homogenous mass. It's a little bit like if you open up the hood of a car, mm-hmm. You see all the stuff, it just looks like one big sprawling mass, right? But after you can start to like home in on the different things, you'll start to see the system. People seem to think the financial markets are complicated. They're not. They're actually very simple. And they're as simple as a price can only go up and down. Uh-huh. It can't go anywhere else up and down. But the newspapers, the journalists, the media, they want you to think that, you know, the financial markets are complicated. They're not. They're just prices of assets going up and down. Om het iets simpeler te maken zit ik in Bar Broker. En hier is de prijs van het bier afhankelijk van hoeveel mensen bier willen. Dat betekent, als er weinig mensen bier willen, is de prijs laag, zodat mensen hier naar binnen lopen omdat er goedkoop bier is. En als het de prijs van het bier omhoog gaat, dan gaan mensen iets anders drinken, want dan is het bier gewoon te duur. Dus dan stappen ze over op wijn. Dankjewel.
En als de wijn dan weer te duur is, stappen ze weer over op het bier. En zo gaat het op een gegeven moment in een soort van evenwicht raken. En zo werkt de hele economie. If anyone ever asked me what's one of the major skills you need to learn or more understand as not just trading but in life, is that when the odds are in your favor, why the hell do you want to be safe and play it safe? When the odds are in your favor, go all in. Because that's the only way you're going to double up. That's the only way you're going to get rich in life is by doubling up at the right time. Ja, ik was er ook bij. Begint hij nu aardig druk te worden. Dus dan gaat de prijs van het bier omhoog. Wat al die handige jongens in Londen je ook kunnen vertellen, is dat als de prijs van iets toeneemt, de vraag ook toeneemt. Want ze zien allemaal die grafiek omhoog gaan. Dus ze denken van, daar moet ik instappen, want dat wordt alleen maar meer waard. Dus met dit bier net zo. Als ik nu 10 bier bestel, is het over een half uurtje meer waard. En dat is gunstig voor mij, want dan kan ik het met winst doorverkopen. Dus ik ga 10 bier bijbestellen. Yeah. But these are futures. So this is all the futures exchange. What's a future? A future is just a derivative of the underlying product. Okay, so very simple terms. Like if you're watching a horse race, for example, and you enter into a bet on a horse race, that's like a horse racing derivative, right? Like you're not taking part in the horse race, you don't own a horse, but you're still able to derive economic value from the outcome of the race. That's like conceptually similar to a derivative. It's like something's happening in the world and you can enter into a bet with somebody to say like, if something happens, you're gonna do this to me. Like if this price goes up, you're gonna pay me. If it goes down, I'm gonna pay you. So these are contracts you're entering. Beleggen in derivaten, opties en futures is eigenlijk nog weer intenser. Wat je dan krijgt is dat het niet meer gaat om het bier of de prijs van het bier, alleen maar om een weddenschap om de prijs van het bier. Er is een winnaar en een verliezer en het gaat alleen maar om het doorverkopen met winst. En daar zit dus eigenlijk het echte geld. En misschien is dat wel wat ik moet gaan doen. If you want to like conceptualize the financial sector, you could put it into these different layers, right? There's like very base level stuff, which is like your money systems, like and like the commercial banks, like your sort of ordinary banks that you walk around. Like I think in the Netherlands it'd be like ABN AMRO or something like that, right? And then they form the basis of like the monetary system. All right, so it's like moving money around. But then on top of that, you built like the investment banks and the funds who are like aggregating it up, taking money from people, like buying financial instruments, like financing people. So they're like creating like all these like financial instruments, right? And then on top of that are traders who are like, once the financial instruments are created, they pass them between each other, or like pass them around. Right. And then on top of that, it's like derivatives, which are like bets that you can do in everything in that system. So as you get more experience, as your account grows bigger, you can then risk bigger and bigger amounts in order to make bigger and bigger amounts. But by no means, I mean, in terms of, you know, traders out there, some of the traders in London, I'm still a relatively small trader. I mean, you get some guys that they'll be risking £200,000-£300,000 a day. I mean, you get some guys that have got some serious bankrolls. Then you shoot off to a bank and we're talking millions every day that they're risking. Deal sizes could be, say, 200 million. I mean, that's for quite big deals, but like, let's say on a interest rate derivatives desk, maybe like 10 million a time or 5 million, or who knows, depends on what the clients are. I'd say if you want to get into this, you're going to need at least a minimum of bankroll of 10 grand, I'd say. $10,000, that's pretty much your starting point to get stuck into this. Let's say I'm averagely good at it, and I start with 10,000 euros. Yeah. And I'm averagely good. How long will it take me to make a million out of 10,000? 5 years. If you want to push me for a year, a time, yeah. If you start on 10 grand, and you're willing to put in the work and the effort, 5 years, five years. A million. Yeah. That's pretty decent. Show me another job in the world that'll give you that. And I say this not because I'm guessing, I say it because I know guys that have done it in 5 years. You know, I've seen guys that have made a couple of million in 10 years, you know, so it can be done. What can't always be done, and this is the point that's the most important, and it's the point in everything in life, is it's not gonna come easy. There's a catchphrase in trading, is that 95% of people fail, and that is true. 95% of people that wanna go independent will fail. If there's one thing why I could never do this forever is because I don't contribute into society. I don't create good thought. I don't make a product. I don't change people's lives. And that for me is not enough. De economie gaat zo. Dat heet de conjuncturen.
En als je een beetje slim bent, dan koop je hier en verkoop je hier. En dan koop je weer hier en dan verkoop je weer hier. En pak je zo iedere keer weer meer geld mee. Dat kun je doen met aandelen of geld zelf of whatever. Maar een van de grootste markten waar we allemaal mee te maken hebben, is natuurlijk de huizenmarkt. Ik ben Abel. Abel, Damien. Ja, hallo Damien. Goeiedag. Goeiedag, man. Lekker space nog? Nee, ik? Nee, nee, nee. Het is allemaal stijl. Okay. Jullie handelen in huizen. Ja, zo zou je het kunnen noemen, maar het is meer het faciliteren van huisvesting. Stel, ik zoek een huis. Ja. Dan loop ik hier binnen en dan? En dan trek je een zak met geld en dan zeggen we, kom maar verder. En als je dat niet doet, dan zeggen ze, joh, schrijf je maar in. Hoe bepaal jij die prijs dan? Marktwerking. Kun je me dat uitleggen? Vraag en aanbod. Ja. I got something, you want it, you gotta pay. Ja. Okay. Er is, veel mensen zijn ook boos altijd op de huizenmarkt. En op makelaars. Die denken dat jullie dan hebben gedaan. Snap je dat? Nee. Nou, ik snap het wel. Alleen... Waarom is dat, denk je? De prijzen worden door onszelf opgedreven. En door jullie makelaars? Nee, door wij als particulier, als mensen. En hebben we het even over de particuliere woningmarkt, verkoopmarkt. Wij allemaal als mensen. Als huurders. Als huurders, kopers. Want 10 willen het hebben. En in de verkoopmarkt, wat gebeurt er nu? Woningen die een waarde van 250.000 euro vertegenwoordigen. Mensen bieden 50.000 euro extra, omdat ze het willen hebben. En dan zijn mensen boos op de markt en op de mensen die het faciliteren, terwijl de banken en wij zelf het doen. Ja, volgens mij moet je dan even naar jezelf kijken. Het lijkt mij heel relaxed om rijk te zijn. En volgens mij ga jij de goede kant op. Ik doe mijn best. Ja, je doet zeker je best. Ik ben al rijk. Oh ja? Ja. Wat dan? Ik heb een mooie vrouw, 2 kinderen, ik ben gezond. Ja. Nu nog die... Ja, precies. We weten hier allemaal dat dat niet telt eigenlijk. Oh, wow. Ja. Ja, maar oké. Okay, dus maar hoe komen we aan die euro's? Ja, in elke game moet je slim zijn. Je moet weten hoe het spelletje werkt. En of je nou in vastgoed zit of in aandelen zit. Specialiseren in de game waarin je zit. Om zo te zorgen dat je handel hebt wat iemand nodig heeft. Ja. Ik sta hier naast Simme. Dit is zijn huis. Zijn huis beslaat 20 vierkante meter. Alles zit erin. Het is aan de Amsterdamse Keizersgracht. En dit huis kost 180.000 euro. Maar waarom heb je zoveel geld betaald voor dit kleine dingetje? Ik heb het natuurlijk, mijn ouders hebben het natuurlijk betaald. Uh-huh. Op een gegeven moment had mijn vader iets gelezen van... Je kan ook een huis kopen als je dat geld hebt. Is het een investering om iets te kopen in plaats van dat je heel duur huurt. Want dan ben je het geld kwijt. Uh-huh. En dit is qua bedrag heel duur. Maar als we het ooit verkopen, hebben we het gewoon weer terug. Dus dat is dan de... Ja. Hij heeft het als investering gewoon. Ja. Maar dat is dat een zekerheid, denk je, dat het zijn waarde behoudt en zelfs dat het meer waard wordt? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Hoeveel heb je wel eens uitgerekend hoeveel dat per vierkante meter is? 10.000 per vierkante meter. Ja. Zoiets, hè? 9.000 per vierkante meter. Dus oké. Okay. Dus laat dit hoekje hier is... Hier, ga jij eens in 9.000 euro staan? Ja. Dit is 9.000 euro. Deze. En dit is 18.000 euro. Als ik op een stap zet, zo'n 27.000 euro. Crazy, man. Ik kan me niet voorstellen... Ja, je moet er wel vertrouwen in hebben dat de bubbel niet barst. Nee, ja. Maar als deze bubbel barst, jongen, dan is dit echt... Dan is dit waanzinnig, dit stukje. Amazing.
Kun jij mij uitleggen wat een financiële bubbel is? Doorgaans hebben die te maken natuurlijk met dat vraag en aanbod zich niet meer helemaal in evenwicht zijn. En dat er veel meer vraag is naar een bepaald goed. Mm-hmm. Het kan een tulpenbol zijn, het kan ook een cryptocurrency zijn tegenwoordig. Of een aandeel van een internetbedrijf vroeger. En waarbij de waarde enorm geïnflateerd wordt. Dat is een moeilijk woord, maar dan wordt er eigenlijk heel veel hete lucht in die waarde geblazen. En dan lijkt het alsof het daadwerkelijk heel veel meer waard wordt. Ja. En dat is op dat moment dan ook wel de waarde, omdat daar een bepaalde prijs aan hangt. Ja. Maar dat is natuurlijk in feite niks meer of minder dan, dan de waarde die de gek ervoor geeft, letterlijk. Ik heb dus een zootje bier gekocht tegen een lage prijs, dacht ik. Zodat ik winst kon maken door het voor een hogere prijs te verkopen. En op dat moment ging iedereen uit de bar weg, want volgens mij gaan ze sluiten. En zit ik hier met een zootje bier opgezadeld dat praktisch 0 euro waard is. De bubbel waar ik van hoopte dat hij mij rijk zou maken is totaal gebarsten. Even een recap. Op dit punt van mijn journey heb ik dus... Journey, dat woord wil ik echt niet zeggen, maar ik zat gewoon helemaal in de kakkerige waar. Je moet of ergens heel goed in zijn, of je moet een bedrijf oprichten dat tering succesvol is. Maar de ticket to the big bucks lijkt toch een beetje te zijn het investeren en beleggen en het rondschuiven van geld. Eigenlijk het geld aan het werk zetten en met geld geld maken. De vraag is, als je wil investeren, met welk geld dan? Dat gaan we in aflevering 2 checken. Vloes, saaf, delg, knaken, guala. Ik leen maximaal bij, dat is 700 euro. Als je het zou verkopen, 105 euro. Ik wil graag geld. Die financiële instellingen, ja, die hebben er een echte klerenzooi van gemaakt. En ja, dat wordt afgewenteld op de ondernemer. Op de ondernemers, de burgers. De hele wereld ging op tilt.